Deze nieuwsuitzending die gaat over racisme. Het is in het kader van de serie die ik opgestart ben. Die heet Voor het slapen gaan. Dat betekent dat ik mezelf een beperking opleg. Ik ga dusdanig praten dat je denkt, oh, wat een gezeur. Ik val in slaap. Precies. Dat is erg belangrijk. Want het is voor het slapen gaan. Dus ik weet niet hoe laat je normaal gesproken gaat slapen. Misschien dat je om 11 uur wil slapen. Nou, dan moet je deze uitzending opstarten ongeveer om 9:45. En na 3 kwartieren denk ik dat jij wel denkt van... Ga lekker slapen. Er is niks aan de hand namelijk. Echt niks aan de hand. Mensen zijn stupide. Dat is een probleem. Maar dat waren ze altijd al. Niks nieuws qua ellende onder de zon. Ga je mij niet vertellen. Hey, racisme, wat is dat? Die term die bestond vroeger helemaal niet. Er was niet zoiets van als iemand dan zei van... Hey, daar loopt een neger. En dat mensen zeiden, jij bent racist. Nee, in die dagen was het zo dat als iemand dan vrij veel pigment had... Ja, dat heette een neger. Ja, dat was het. Hey, dat is een Chinees. Oh, dat is racistisch. Nou, in die dagen was dat geen probleem hoor. Had je Chinezen, dan had je blanke, je had negers, Zuid-Amerikanen, Indonesiërs, Surinamers. Ja, en die zien er allemaal opmerkelijk anders uit. Je gaat toch ook niet zeggen van, hé, daar loopt iemand met een minirok. En dat iemand anders zegt, jij bent seksist. Of ben je een modeïst of zo? Ja, er loopt iemand met een minirok. En als het een man is van 73, nou, dan vind ik dat er gek uitzien, hoor. Daar gaat mijn volgende over, over seksisme. Ook zo'n ongelooflijk stom idee. Om erover te zeuren. Maar over racisme wordt veel gezeurd. En de mensen die openlijk racistisch zijn, die hebben in de regel meer pigment dan mensen die weinig pigment hebben. Zoals de Noordwest-Europese, ja, tot en met Rusland of zo. Van Rusland tot en met, ja, Noord-Amerika. Canada zitten we ook heel veel. Wij vormen maar 5% van de wereldbevolking, hoor. Dus wij zijn een fenomeen. Ik zag vandaag op Facebook dat er iemand was en die heeft een blanke vrouw en haar kind in het gezicht gespuugd. En gezegd, het is een schande dat jullie je voortplanten. Ja, dat mag je zeggen, hè, als neger. Ja, blanken, die hebben een privilege. En, ja, die zijn ons altijd beter af. Krijgen alle centen. En die zitten daar een beetje lekker blank te zijn. Nou, ik scheid erop. Ja, dat soort dingen zullen blanken niet zeggen over negers, hè. Bij blanken, behalve dan Bill Gates. Bill Gates die wil echt wat doen aan het voortplanten van negers. Die gaat al die van zo'n vaccinatieprogramma heeft hij opgestart. Want dat zou iedereen gezonder maken. Maar wat er achter zit,
Dat is dat iedereen geïnjecteerd wordt met formaldehyde, thimerosal en squalene en verrotte dierlijke producten. Of gefermenteerde dierlijke producten. Een bagger zo. Bill Gates is wel een racist. Dat hij denkt minder negers. Meer of minder negers? Nou, minder, volgens Bill Gates. Ja, Bill Gates kan niet programmeren. Computers programmeren, dat kan hij niet. Hij is wel de baas geweest van de meeste omzetdraaiende softwarefirma behalve IBM. Of een van die andere grote jongens. Maar hey, racisme, dat komt onder blanken niet voor. Ik heb dan nooit iemand horen zeggen van alle Marokkanen moeten gesteriliseerd worden. Maar negro-wiede mensen zeggen dat wel van ons, hè? Omdat wij te weinig pigment hebben, mogen wij niet meedoen. Ja, flikker erop. Ik vind het echt smerig, hoor. In de Bijbel, ja, met Noah en die ene zoon en er was een neger. En die was niet goed, of weet ik wel wat er staat. En dat is de straf van de negers. Nee, dat staat er niet echt, hoor. Pak het boek Daniël er maar bij. Daarin zegt de profeet Daniël, die zegt duidelijk dat het begrip, het volk Gods, dat is een begrip, hè? Het volk van God, het volk van niets. God is niets. God is de wil. En een volk van de wil, dat is een eenheid, volk Gods. En dat heeft te maken met dat jij een eenheidswil hebt. Dus jouw wil is van de eenheid. Je hebt maar één wil en die is niet vrij. Dat is de wil. En daarin past helemaal geen concept van mensen zonder benen geboren horen daar niet bij. Mensen met flaporen, nee, dat mag ook niet. En mensen met te veel pigment, ja, dat mag ook niet. En als je losse tanden hebt bij geboorte, dat mag ook niet. En, nou, gaan we door. Dat zegt Daniël expliciet. Als kritiek op zijn omgeving. Ja, jullie lopen je een beetje te beroepen op dat je het volk van Gods bent. Maar waar blijkt dat uit? Het volk van God bent. Het volk Gods. Dat blijkt uit je gedrag. En kijk je naar gedrag van mensen, ja, dan valt het op dat blanke mensen minder gewelddadig zijn. En dan kun je zeggen, ja, maar die kruistochten dan? Ja, dat waren de katholieken. Ja. Katholieken en blanke mensen, de meeste, ja, de katholieken, dat is Babylon, hè. Het Heilige Romeinse Rijk. Dat is gesticht op blanken. Ja. Maar je hebt blanken zoals ik. Ik heb een Bijbel hier in huis. Niet één, niet twee, ik heb er drie. Voor de zekerheid. Nee, het zijn verschillende. En ik heb op mijn Mac heb ik de King James. Die heb jij ook. KingJames.org. KingJamesBible.org. Mooie website. En ik heb de Statenvertaling online. Die kan ik ook hier kopen, hoor, maar of niet per se een boek.
Ik heb niks te maken met katholicisme. Ik heb katholicisme afgewezen toen ik 12 was, 13, 14. Katholicisme hoort niet. Maar als je de katholieken weghaalt, wat hebben wij dan gedaan? Ja, maar jullie hebben Suriname gekolonialiseerd. Nee, dat waren de katholieken. Maatketel. En voor zover we daar positief gekolonialiseerd hebben, was dat positief. Dus Côte d'Ivoire, Ivoorkust, dat is gekolonialiseerd door Frankrijk. Als je nu naar, of nou, ik ken iemand en die is daar geweest. Wie was dat nou? Jared Taylor of zo? Die is daar geweest. Ja, en Côte d'Ivoire is een heel mooi gebied. Ja, het ligt geweldig, hè? In het westen van Afrika. Lalalala. En nu nog steeds is het een, ja, mensen leven daar fatsoenlijk. Maar ga je dan iets naar het oosten, dan kom je in Liberia of zo. Een grote puinhoop. En die man, die vroeg aan die Liberianen, van, hoe kan dat nou? In Ivoorkust is het, mensen hebben een douche, zeg maar. Hè? En elektra en dakpannen en... En hier zitten jullie nog op een halve schroothoop. Ja, zeiden die Liberianen, maar Ivoorkust is gekolonialiseerd geweest. En daar hebben we een voorsprong mee gekregen ten opzichte van ons. En wij moeten maar doorhakkelen. Ja. Niet alle aspecten van kolonialisatie waren zo slecht. En wij Nederlanders hebben die politionele acties uitgevoerd in Indonesië. Oorlogsmisdaden begaan. Snap ik ook niet heel goed. Hoor. Wat is nou een oorlogsmisdaad? Lijkt mij een dubbel op. Maar wij Nederlanders hebben een hele hoop Indonesische mensen voor de kop geknald. Zonder rechtspraak of whatever. Nou, dat was in een dorp waren een paar stoute jongens. Huppakee, alle jongens dood. Collectief straffen heet dat. Is ons ook overkomen hoor. In Putten. Een of andere grapjas die heeft opgeschreven van kijk... Wij in Nederland, wij kregen 5 jaar lang op ons flikker van de paus. En toen dachten wij, oké, nu weten wij hoe het moet om een volk op zijn flikker te geven. Nou, dan gaan we dat zelf even doen. Mijn schoonvader, zo heet dat. Van die tijd, hè? Die heeft daar geknokt. Maar hij moest wel. Het was of op de boot naar Indonesië, of naar kamp Vught. Tussen de NSB-collaborateurs je strafproces afwachten in een tochtige kot. In een tochtig kot. Ja, dus hij moest wel. En bij het kerstdiner, dat is geweldig. Het is een mooi verhaal. Mijn schoonmoeder van die tijd, die kan niet koken. En ze wil wel dat iedereen lekker te eten heeft. Zij beperkt zich tot dingen die zij wel kan maken.
Ze hadden een kerst, niet een diner, en dan een lunch. Goede Duitse witte wijn erbij. En mijn vriendin, die zou terugrijden, dus halleluja, prijs de Heer. Lekker om 1 uur 's middags aan de witte Duitse wijn. Uit aardappelsalade had ze gemaakt. Met eieren erin. Ja, maar leuk. Kocht ze van die blikjes, van die kleine asperges. En dan haalden ze bij de slager ham. Dan wikkelden ze die asperges in die ham. En dan mooi rangschikken. En een mannetje of 6, 7 was ze. Hele grote schaal met aardappelsalade. En allemaal dingetjes eromheen. Asperges, eieren, uitjes natuurlijk, augurken. En mijn schoonvader, die zat aan het hoofd van de tafel. En ik mocht aan zijn linkerkant zitten. Hij zei tegen mij, ga jij maar daar zitten. Het is zijn huis, dus ik ga zitten waar hij zegt dat ik moet gaan zitten. En hij keek over die hele tafel uit. En hij zei tegen mij, dat is gekke. Als je iemand voor zijn kop schiet, dan gaat hij niet gelijk dood. Dan blijft hij nog even. Dat lichaam is niet gelijk dood. En dan ging hij ook voordoen hoe die. Kadavers. Bij het kerstdiner. Kerstlunch. Gingen ze zo. Met zijn armen zwaaien. En ik keek hem zo aan. En ik had ook al 2 wijnen in mijn mik. Ik zei, oh, is dat zo? Maar dat was zijn schuld niet. Daar kon Piet van Dun geen donder aan doen. Hij moest wel. En toen hij terugkwam, had hij daar Indonesiërs doodgeschoten. Die lagen allemaal nog te spartelen in een zelfgedolven graf. En dan die modder eroverheen, die Indonesische modder. En hup, de volgende. Ik denk dat die man daar nooit overheen gekomen is. Nee, Piet van Dun was een hele goede kerel. Niks mis mee. In mijn ogen dan, hè? Hele aardige man. Die heeft mij biljartles gegeven. Echt leuk. Hij had zo'n vriend, die woonde in Maden, woonde die. Hè? En zo'n vriend, die had een kamertje over. En daar stond zo'n. Een kamerbiljart heet dat. Zo'n kleintje. Paste net. En dan legde ik aan en dan zei Piet van Dun, nee, zei hij, nee. Dit moet je niet rechtsom doen, dan moet je linksom doen. Ik zei, nee, hoe kan dat dan? Hij zei, wel, je moet hem dik raken, je moet daar op de band komen, veel rechtseffect. Ja, dan komt hij dus zo op en dan zwaait hij door. Dan komt hij op de korte band, dan komt hij op de lange band en dan wop komt hij terug. Als je rechtsom doet, dat moet je niet doen. Veel te grote kans dat je mist, man. Nee, aardige vent. Hij hield van jenever en dat vind ik echt niet vies, hoor. Er zijn mensen die zweren bij whisky en bij gin en cognac, maar ik vind het allemaal lekker. Ik drink zelfs ouzo. Nou, hij hield van jenever. Nou, dat doe ik er gezellig mee. Dan nou. Nee, wij blanken zijn helemaal geen gewelddadige, kolonialiserende eikels. Echt niet.
neem je koning Willem-Alexander, maar die is katholiek. Of katholiek waarderend. Participerend, participerend en praktiserend. Hij praktiseert het. Die laat zichzelf fotograferen met de paus en zijn hele gezin, met Maxima. Die drie aatjes van dochters. Ik hoop dat het goed gaat met zijn dochters, vooral die aanste. Willem-Alexander, koning Willem-Alexander. En zijn vrouw Maxima, dat zijn hele rare blanken. Dat zijn katholieke blanken. Die vinden het niet erg, die katholieke kerk. Nee, vind je het gek? Koning Willem-Alexander bezwaar zou maken tegen de heerschappij van de paus. En jongen, dan was hij al lang weg geweest. Wat denk je wel niet? Er komt een artikeltje op de voorpagina van de Volkskrant en het hele volk denkt van, oh, Willem-Alexander heeft stout gedaan. Ja. Is die weg, jongen. Maar blanken zelf? Helemaal niet. Nee, ik zie geen probleem met blanken. Er is een probleem met negers. Dat wel. Dat is een IQ-probleem. Wij blanken hebben een IQ van 100. Wij hebben ook de IQ-test uitgevonden. Dus vandaar dat het IQ van een blanke 100 is. Dat wordt geëikt. En het wordt eens in de zoveel tijd wordt het naar boven bijgesteld. Er wordt de IQ-test wordt ingewikkelder gemaakt. Want anders hebben al die blanken hebben een IQ van 110. En dat is niet de bedoeling, want dat moet terug, ja, dat moet op 100 blijven. Nou, de Chinezen zitten op 110 of zo. De Joden zitten op 103. En dan krijg je ons met 100. En dan krijg je de rest. En dat zijn allemaal bruino's. Met een IQ van 80, 70. Die mensen zijn niet zo slim. Niet zo goed in patroonherkenning. Hun taalbeheersing is ook beperkt. Ze kunnen heel vriendelijk zijn, dat is verder geen punt. Je moet er geen ingewikkelde grappen tegen maken, anders krijg je een klap voor je bek. Beetje dom lu. En dat is niet racistisch, dat is een feit. Geef een neger een IQ-test. Geef een blanke een IQ-test. Doe gewoon een testje. At random in het telefoonboek of via whatever. Kies je iemand uit en die krijgt een IQ-test. Dat is een neger. En ook eentje met een blanke. De kans dat die blanke hoger scoort, is behoorlijk. Mijn dochter heeft een IQ van 120. Dat is wel een uitzonderingsgeval, hoor. Dat is erg slim. Dat is waarschijnlijk nog wel hoger. Want die 120 scoren, die heeft ze gehaald onder stress. Ja, ze voelde zich niet goed. En naar de psychiater toe. En daar wilde ze dan even weten hoe slim ze was. Ja. Als zij die testen invullen. Onder tijdsdruk, ja. Natuurlijk. Had ze 120. En diegene die die toets afnam, die zei van nou, dat betekent dat jouw eigenlijke IQ, dat ligt nog hoger. 130, 140. Zegt verder geen donder hoor. Het is een eigenschap van blanken.
Ja, wij hebben de IQ-test uitgevonden. In de jaren 40 of zo. Van de vorige eeuw. Dat hebben wij gedaan. Is dat erg? Nee, waarom? Ja, maar de IQ-test is racistisch. Nee, helemaal niet. Zo'n bolletje, bolletje, driehoekje. Vierkantje, vierkantje, bolletje. Vierkantje, vierkantje, driehoekje. En dan de volgende is bolletje, bolletje. En wat moet op de laatste plek staan? Dat is, ze heeft niks te maken met taal. Je mag aannemen dat een Afrikaan ook weet dat een rondje iets anders is als een driehoekje. En een driehoekje iets anders is als een vierkant. En een vierkant is iets anders als een rondje. Er zijn er drie verschillende symbolen. En werken met lijntjes. Je deelt een driehoek in twee delen en dan in drie delen. Whatever. Werk je alleen met driehoekjes, dat kan ook, met lijntjes erin. En dan moet je de lijntjes bepalen die in het laatste figuurtje zitten. En dan heb je A, B, C, D, E, F, G. Dan kies er maar één. Ja, blanken kiezen meestal de juiste. Meer dan negers. Ze zijn brighter. Ik heb er een verhaal over gelezen. Dat, een soort van verklaringen. Dat op de hogere regionen waar je minder zonneschijn hebt, dat de mens een bredere oogzenuw nodig heeft. Dus bij lage lichtomstandigheden toch kunnen zien. Dus dan moet die oogzenuw moet dikker zijn. Nou, die oogzenuw is dikker dan, is die ook echt hoor. En die komt je hersenen binnen, maar die hersenen die moeten dan die info van die brede zenuw verwerken. Nou, dat is een computer van 8 bits en die heeft maar 8 bits aan breedte, of een computer van 16 bits. Nou, die computer van 16 bits die is ja, krachtiger. Hè? Dus onze hersenen zijn krachtiger. Doordat wij leven in een omgeving met relatief weinig licht. En daar word je slim van. Kennelijk. Nou, zo zal het wel zijn. Maakt mij verder niet uit. En die mensen die hier naartoe komen vanuit die lage landen, van die zuidelijke landen. Ja, en die zitten hier dan, dus al die blanken, en denken, jeetje, ik voel me hier helemaal niet thuis. Nee, dat denk ik ook, ja. Als ik morgen ga verhuizen naar Tosja, dan denk ik van, wauw. Tosja ligt in het midden van Turkije, ik zou niet weten hoe ik daar moet overleven. Ik zou me daar niet thuis voelen. In Istanbul ook niet hoor. Ik heb al een probleem met Parijs. Maar... Om nu maar te zwijgen over Périgueux. En dat is nog maar Frankrijk. Kenia, Namibië, Zimbabwe. Laat maar zitten. Zuid-Afrika, dat wil niet zijn. Een vriend van mij, een blanke. Hans, weet je. Hij stottert. En zijn naam is Hans met de drie H's. Hans. Die was naar Zuid-Afrika geweest. Die liep daar over straat met een vriend. Toen kwamen er van die negroïde mensen.
En die schreeuwde naar hem van, wij hebben dorst, geef ons water. Ja, want hij is een blanke. Hè? En die negers, die mogen rondbrullen wat ze willen. Tuurlijk. Wat maakt dat die negers uit? Je snappen het niet helemaal. Ze zijn niet zo slim. Je kan je niet voorstellen dat er een neger hier in Nederland op vakantie komt. En dat een Nederlander op die neger afloopt en zegt van... Hé, geef me wat te drinken, want ik heb dorst. Dat kan je toch niet voorstellen? Maar ja, negers zeggen dat dus wel. Er is Hans overkomen. Hans met de drie H's. Dat hij zei van... Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Mijn vriend Rashid, die is een Marokkaan. Zijn vader is Jemeniet. En hij was vorig jaar of zo op vakantie gegaan naar Casablanca. In Marokko is dat. Toch een eiland of zo. Even kijken. Even checken. Ik weet niet eens precies waar het ligt. Casablanca. Even met Maps met Google. Oh, mijn internet is eruit gevallen. Dat nou weer. Even kijken hoe het met mijn backup zit. Het werk. Hé, wat nou? Hé, man. Ja, nou weer wel. Oké, nou is goed. Casablanca, dat is een film met Humphrey Bogart. Nee, pak even Maps van Google erbij. En dan Casablanca. Blanca. Een hele aardige man, hoor. Rashid. Geen probleem. Casablanca, Marokko. Oh nee, het is geen eiland. Nee, precies. Maar goed dat ik het even opgezocht heb. Het ligt in de westen van Marokko. Onder Rabat. Oh, en daaronder zit Marrakesh. Oh, dat is dat leuke verdrag is daar opgetekend, ja. Een beetje naar beneden proberen te scrollen. Ik doe alles weer fout hier. Maar waar ligt het nou ongeveer? Ja, zo. Ja, iets van halverwege. Aan de kust ligt het. Hij was daar in Casablanca geweest. En dan zei hij, oh. Ik ben zo blij dat ik weer terug ben in Nederland. Casablanca is één grote puinhoop. Het vuilnis, dat staat daar dagelijks op straat. Hier in Nederland hebben wij de afspraak dat het vuilnis op straat gezet mag worden als de volgende dag de vuilnisauto komt en niet eerder. Ja, ah, die Casablancianen, die malen daar niet om, man. Ga er weg. Iedereen zet zijn vuilnis buiten. En het rijdt allemaal met brommetjes en een hoop koolstof, rotzooi in de atmosfeer, man. Rashid vertelde mij dat hij onder de douche was geweest, helemaal lekker schoon. Dan zat hij op een terras en ja, dan werd het warm en hij zweette. En hij neemt zo'n oude toiletdoekje en veegt dat over zijn hoofd. En hij kijkt naar het doekje en het doekje was grijs. Van de roet. Hier. Nee, hij wist niet hoe snel hij weer naar Nederland moest. Ja, leuke vakantie, maar mooi dat hij voorbij is. Ik zit wel lekker in Arnhem-Zuid.
ze bekijken het maar. Ja. Het gaat me niet vertellen dat wij Nederlanders slecht zijn. Omdat wij hygiënisch zijn. Ik ken ook zo'n Indo. En die zeiden we, ja, jullie Nederlanders zijn stom. Want jullie hebben geen grijs watersysteem. En dat vind ik een minachting. Een abomination van de natuur. Ja, dat is best. Maar waarom woont hij dan hier? Kijk, Rachid is al lang blij. Die wil nooit meer weg uit Arnhem-Zuid, hoor. Hij vindt het wel best. Hij wil niet meer terug naar Casablanca. En die buitenlanders die hier naartoe komen en allemaal klagen over de Nederlandse cultuur. Ja, ga terug naar buitenlandië en ga daar klagen over de buitenlandische cultuur. Niet omdat ze bruin zijn, nee, omdat ze daar geboren zijn. Je kan wel zeggen, ja, ik ben de geboren, maar eigenlijk hoor ik in Nederland. Maar ik vind het wel heel gek dat ze hier in Nederlands geen Berbers spreken. Dus, ik vind het wel erg moeilijk voor mij. Ja. Nou, dat is ook een van de redenen waarom ik niet in Frankrijk wil wonen. Ik zou het een schande vinden als ik Frans kan. Iets wat ik niet hoef te leren, hoor. Wat mij betreft dan. Hè. Nee, racisme. Er is een verschil. In IQ. Ook met schaken, zie je het ook. Nog nooit is een neger wereldkampioen schaken geworden. En ga me niet vertellen dat het komt omdat er in Afrika geen schaakborden gemaakt kunnen worden. Die kan je maken met van alles. Hè. Je hebt 8 pionnen nodig voor je eigen. 8 pionnen voor de tegenstander. Nou. En nog een paard nodig en een loper. En 2 paarden, 2 lopers voor je eigen. En 2 torens ook nog. En de rest, de tegenstander krijgt dat ook allemaal. Een koningin en een koning. Nou. En dan huppakee, rammen met die handel. Wat doen ze niet? De negers houden niet van schaken. Dat soort dingen, dat is een spelletje tussen blanken en Chinezen. Mij niet, hoor. Je had dan die man Capablanca. Waar kwam die vandaan? Was een goede schaker, hoor. Capablanca. Capablanca. Chess. Maar waar kwam die nou vandaan? Oh, José Raúl Capablanca. Oh, die komt uit Cuba. Maar dat is een blanke. José Raúl Capablanca. José Raúl Capablanca y Grapera was een Cubaanse schaakspeler die wereldkampioen was van 1921 tot en met 1927. Een schaakwonderkind. Hij wordt door velen beschouwd als een van de grootste, een van de grootste spelers aller tijden. Hij was algemeen erkend
voor zijn bijzondere eindspel en de snelheid van spelen. José Raúl Capablanca. Oh, dat was een blanke. Die woonde dan in Cuba. Dat zal wel. Maar negers doen er niet aan mee, hoor. Ja. Nou, dan moeten die negers weten. Dat is hun ding. Voor mij hoeven ze niet te schaken. Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om met iedereen te schaken. Ik wil ook met negers schaken. Ja, kom maar op. Dus ik ben niet racistisch, hoor. Dat ik denk van, ja, ik schaak alleen maar met je als je Chinees bent. Of overtuigend blank. En anders wil ik niet met je schaken. Nee, dat doe ik niet. Ik wil met negers schaken. Lijkt me leuk. Maak ik een neger af op het bord. Ja, als je op blanke tegen mij gaat schaken, denk je dat ik wil verliezen? Nee, natuurlijk niet. Ik wil je afmaken. Rammen en je koning pakken. En dan kijk je ook niet die websites over schaken. Er zijn alleen maar blanke. Negers schaken niet. Ja, maar wat vind je dan van interraciale huwelijken? Nou, het is vastgesteld dat die interraciale huwelijken voor 90% leiden tot armoede voor het gezin. Ze hebben zo'n lekkere, hippe neger en die neukert dan zo'n blank wijfje. En ja, dat gaat op zich goed, want die pik die past wel. En dan krijg je kinderen. Maar ja, het wordt verder niks. Ik ken een vrouw van Joodse afkomst en die heeft geneukt met een neger. 2 kinderen gekregen. Ja, die kerel is pleiten. Dan kan je van mij zeggen van ja, maar Perry, jij zit ook op de Rodeburgstraat terwijl je kind nog woont op de Spijkerstraat. Ja, punt 1, dat is 10 minuten lopen. Hooguit. En ik ben de deur uitgetrapt. Voor geen enkele reden. De moeder van mijn kind is een apparaat. Ja, dat wist ik ook allemaal niet. Ik kan moeilijk tegen mijn dochter gaan vertellen van sorry dat ik je moeder zwanger heb geneukt. Dat klinkt ook weer zo gek. Hè? En de moeder is een blanke, maar die is zo gek als een deur. Die trapt mij de deur uit. Niet de meest verstandige move die zij heeft gedaan, hoor. Ik wil niet zeggen dat het onder blank allemaal goed gaat. Maar huwelijk tussen een blanke vrouw en een negerman. Nee. Meestal wordt dat niks. En niet dat je daarop tegen moet zijn. Juist niet. Als je daarop tegen bent, dan creëer je dat alleen maar. Maar wel belangrijk dat mensen die even slim zijn qua IQ. Ja. Dat die gaan wippen de wipper voor kindje de kindje. Snap je? Test je IQ. Want ja, criminaliteit, bijvoorbeeld in Amerika. Hè? Ja, criminaliteit, dat is voornamelijk negroïne mensen.
En die roepen dan, ja, maar we worden gediscrimineerd. En iedere keer als wij wat gedaan hebben, dan worden we gepakt. Maar als je geen pigment hebt en je doet hetzelfde, dan laten ze je lopen. Dat is niet waar. Dat is niet onderbouwd. No way. En als je kijkt naar IQ, dan, ja, dan is er een aanmerkelijke correlatie. Dus neem je blanke mensen met een IQ van 80, ja, die zijn net zo crimineel als een neger met een IQ van 80. Maar omdat negers een lager IQ hebben, ja, zijn ze dus meer crimineel. Maar blanke mensen die net zo stom zijn, die zijn ook crimineel. Wat is het probleem, joh? Heeft niks te maken met ras. Ze hebben geprobeerd om negers slimmer te maken. Ja, die blanken dan, hè? Dat is iets wat negers nooit zouden doen, hè? Negers zouden nooit een onderwijsprogramma opstellen voor blanken om slimmer te worden. Maar blanken hebben dat wel gedaan. Het heeft een partij geld gekost, jongen. Zo, dat net al. En leverde niks op. Ja, niet mijn probleem. Die negers moeten maar even gaan nadenken. En lees een boek, bijvoorbeeld de Bijbel. Met name de Bijbel. Het is belangrijk dat wij beseffen dat er verschillen zijn. En kunnen mensen met donker pigment, kunnen die ook een IQ bereiken van 140? Ja, ik denk het wel. Waarom niet? Moeten ze wel met z'n allen beginnen? Een beetje verstandig te lopen doen. Is een kennis van mij? Ja. Een smeerlap van een vent, maar. Was een blanke, by the way. Ongelooflijk eihal. Zo'n kindergeest wandelend in het lichaam van een man van 67 is hij nu, denk ik. Jezus, van de sukkel. Maar die was op vakantie in India. En er waren die mensen daar in een stedelijk gebied autobanden aan het verbranden voor de barbecue. Een stinker, jongen. Ga maar een keer kijken in India. Ga maar een keer kijken in Kenia. Is niet leuk, man. Eén keer op vakantie, als je naar Afrika op vakantie gaat, heb je van die holiday resorts. Ja, die zijn wel leuk, die zijn wel aardig. Maar ga het land een keer in. Ga even kijken in die dorpen. En waarom is het dat er elke keer geld moet van het noorden naar het zuiden toe? In wat voor vorm dan ook. Dan weer om bommen te gooien, wat ook tering duur is. Denk je dat een bom kost? Zo'n Madeleine Albright, hè? Ken je dat verhaal? Madeleine Albright was minister van Buitenlandse Zaken onder de president van Amerika toen, Bill Clinton. En aan haar werd gevraagd van, ja, dat hele gebeuren in Irak, dat heeft de dood opgeleverd van 500.000 kinderen. Was dat het wel waard? En Madeleine Albright zei, het was een moeilijke beslissing die we moesten nemen,
Maar het eindresultaat is zo goed. Dus dat offer wat wij gebracht hebben om 500.000 Irakese kinderen niet te laten leven. Dus het leven te termineren. Dat was het denk ik wel waard. Dus wat denkt Madeleine Albright dan? Zij denkt, Irakezen wegwezen. En je kan ze beter vermoorden als het kleine mensjes zijn. Want als ze straks groot worden, beter kan je ze in de wieg smoren. It was a difficult decision to take, but it was worth it. En dan maar 500.000 dode Irakese kinderen. Ja. Madeleine Albright is katholiek. Nee, Madeleine Albright is Joods. En ik zeg nee, Madeleine Albright is katholiek. En die katholieken die trekken Joden naar binnen. Met de familie Rothschild. Zum Beispiel. En dan die Joden die krijgen dan overal de schuld van. Ja, je kan een hoop zeggen van ons blanken. Maar zelfs als wij beginnen met het installeren van een wereldorde. Ja, wij weten het spelletje echt heel smerig te spelen. En zo'n blanke, zoals Michael Tal, die heeft erop laten schrijven. Kijk, schaken is heel makkelijk. Eerst offer je je koningin, dan offer je je torens, dan offer je je lopers, en dan offer je je paarden en dan heb je gewonnen. Ja, maar dat is een offer op het schaakbord. Maar Madeleine Albright, die heeft ingestemd met die offers en er waren mensenlevens. Geen geintje, homootje, uit Berkenhorst. En hoe je homootje spelt, dat weet ik ook niet precies. Is dat met drie O's of twee O's? Ja, zeg het maar hoor. Ik zou het niet weten. Racisme gaat er weer. Ik ben niet racistisch. Negers zijn stommer. Punt. Chinezen zijn slimmer, maar die zijn ook niet zo slim. Die Chinezen die hebben nog niet eens onder hunzelf bepaald. Van wie was de klootzak? Welke families waren de klootzakken? Voor die Mao Zedong. Ja, die Chinezen hebben in 3 jaar tijd iets van 60 miljoen van zijn eigen lopen. Ja. Moet je aan een Chinees vragen, net als aan Madeleine Albright. Van oké, jullie hebben 60 miljoen van jullie eigen burgers laten afslachten. En was dat nou achteraf bezien de moeite waard? En dat een Chinees zegt, nou als eerste wil ik zeggen, dit is sambal bij en ik vind het de moeite waard. Chinezen zijn helemaal niet zo slim. Ook qua schaken, het barst van de Chinezen. Maar hoeveel Chinese schakers heb je nou? Je hebt iets van 300 miljoen blanken. En je hebt 2 miljard Chinezen. Nou, zullen we even rekenen? Dan delen we even door 1 miljoen, ja? Dan heb je 3 miljoen. Dan heb je de 300. Even door 1 miljoen delen. 300 qua blanken. Nou, dan heb je 2 miljard Chinezen.
Dus dat zijn er dan 200 miljoen. Hé, wacht even goed aan hoor. Ja, 200 miljoen. Ja. Nee, 2 miljoen, dat moet ik zeggen. 2 miljoen Chinezen. En dan 300 blanken. Ja, dan zouden die Chinezen toch het schaken moeten domineren, of niet? Met z'n 300 tegen 2 miljoen. Wesley So is keigoed. Wel zo dat Wesley So is opgegroeid in Amerika. Heb je nog Wu Yi? Of Yi Wei? Is ook goed. Die schaken beter dan ik. Dat is geen twijfel over mogelijk. Maar zijn het er veel? Nou, helemaal niet. Dus ik ben geen racist, dat maakt mij helemaal niet uit. Maar ik kijk wel naar wie kan er eigenlijk schaken. Dus Max Euwe kan schaken. Capablanca kan schaken. Jan Timman kan schaken. Garry Kasparov, enge vent trouwens. Maar die kan schaken. Dus, ja, dat zijn allemaal blanken. En dat is niet racistisch, dat is zoals het is. Neem muzikale vernieuwing. Ik heb ook van die multiculturele cd's gekregen als cadeau. En dan hoor je van die bonka bonka muziek. Ja, maar dat is al fucking 500 jaar oud. Of nog ouder. Muzikale vernieuwing komt uit het van de blanke mens. Die Chinezen zitten nog steeds. Ding, yang, yang. Moet je naar een Indiaans restaurant gaan? Yang, 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 yang. En het gaat maar door. Dan vind ik die Indiaanse keuken hartstikke lekker. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb ook heel veel zelf, heel veel curry's gemaakt. Maar de muzikale vernieuwing komt van blanken. Wat nog wat? Het is wel leuk, we hebben nou hier in Nederland een revival, een heropleving van punk. Dat is leuk, man. Allemaal hele aardige mensen. Maar dat zijn wij. Dus wij vernieuwen de punk momenteel. De punk hier in Nederland, die wordt Nederlandstalig gezongen. Dat is een mooi nummer van De Grote Boodschap. Dat betekent poep, poepen. Je moet plassen en dat is een kleine boodschap. En als je moet poepen, dan heb je een grote boodschap. Dus de poepband. Een geweldige nummer buschauffeur. Of die buschauffeur, die kutbuschauffeur, die is te vroeg. En dan is hij weer te laat. En wanneer is nou het moment dat je de buschauffeur het meeste haat? Of zoiets. Leuke band. En blank. Ja, die negers kunnen dan niet aan tippen hoor. Dat gebeurt niet in Kenia. Of Somalië. Nee man. Er staat een heleboel stil. Wij leven hier in de regio der verandering. Er is een blanke, Martin Heidegger, die heeft dat uitgelegd. Dat dat logisch is. Moet je dat boek maar lezen van hem.
zijn en tijd. Martin Heidegger had een Joodse vrouw. Een vriendin. Geen kinderen. Hannah Arendt was zijn vrouw. Ja, kan je een voorbeeld noemen uit Afrika of Zuid-Amerika of China of Japan met een vergelijkbare kwaliteit? Niet alleen qua boek, maar ook qua levensstijl. Ja, die blanke, daar heb je het van hoor. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Ik ga mijn volgende uitzending voor het slapen gaan. Die ga ik houden over seksisme. En ben jij zelf een neger, dan zou ik zeggen, nou, probeer een potje te schaken. Kom langs in een streetcafé, daar hebben ze 2 borden. Gaan we schaken. Het maakt niet uit wie er wint. Belangrijk is dat 1 iemand wint. Dat is wel zo. Ja, of remise, maar daar hou ik niet van. Kill the opponents. Kill. Net zolang tot je geen enkel stuk meer hebt en dan zeg je oké, ik geef op. De grote neergang. Snap je? Ja, als je dan een neger bent en je kijkt naar mij of die andere schakers, ja, dan kan je wel lopen zeiken, want dat zijn slavendrijvers en die hebben ons gekolonialiseerd. Wat mijn familie helemaal nooit heeft gedaan. Je kan ook mee gaan doen. En je DNA verandert, hè? Dat ik het even weet. Als ik een negervrouw was, dan zou ik gaan neuken met een neger. Maar die moest wel kunnen schaken. Ik zou ook als negervrouw tegen zo'n negerman zeggen van, ja, jij gaat 1 keer per week naar de schaakvereniging. En je gaat maar proberen om daar overeind te blijven staan. En anders hou ik mijn knieën tegen elkaar aan. Dan wordt er niet geneukt. Huh. Eerst schaken en dan neuken. En dan niet 1 dag schaken. Nee. Want trainen die hersenen. En blijf je nog een beetje overeind staan tegen die blanke. Tegen José Raúl Capablanca, zou je dan wat kunnen? Nee, waarschijnlijk niet. Want Raúl Capablanca, José Raúl, die was verschrikkelijk goed. Maar een gemiddelde blanke, die kan eens niet zo goed schaken hoor. Zelfs ik win van blanke. Dus dat betekent dat blanke niet zo goed kunnen schaken. Niet heel vaak dat ik win, maar ik win wel. En de mooie boodschap is dat als jouw waarneming, en bij schaken moet je waarnemen, dus je moet alles in 1 keer zien. Hè? Zit er een vork, zit er dit, oh, kan ik een skew kan ik doen, en, joh, die pion kan ervoor in. Oh, en ja, ik moet ook denken om mijn positiespel. Oh, en je kop gaat helemaal stomen. Dat verandert jouw DNA. Dat activeert je DNA. Dus als ik een negervrouw was, dan had ik een man gezocht en zeg, ga jij maar schaken. Maakt me niet uit wat je ELO-rating wordt. Die van mij zit op 1300 of zo. Dus helemaal niet veel, maar wel genoeg voor in de kroeg. Ik geef ze wel van jetje hoor.
Ik ken een paar openingen, niet veel. Wat variaties, die kennen ze dan niet. En ik heb dat een beetje uitgeknobbeld. Hoppakee, toren te pakken. Mooi zo. Dat hebben we gehad. En nu weer verder. Kijk, dat zou ik verlangen van mijn negerman. Take the mofo's. Met je denken. Niet met rammen, niet met de buurvrouw neuken. Schaken, kloothommel. Als je zo slim bent, dan kan je in het noorden gaan leven. En jouw kinderen worden minder zwart. Maar je bent toch niet racistisch? Of? Je krijgt van die verstandige... kinderen. Want die hebben dat DNA meegekregen van die schakende papa. En als jij als negerin zelf wil gaan schaken, dat is nog beter. Maar vrouwen houden er niet zo van. Nee, zo'n dominant spelletje, dat je de koning moet pakken. Nee. Dat schaken vind ik wel hoor. Ik ga afsluiten. Wat heel leuk. Ik heb beloofd dat ik het niet te luidruchtig ga afsluiten. Ja? Dus hartstikke bedankt voor het luisteren. Jij slaapt nu al. Ja. Of je bent bijna in slaap gevallen. En op zijn hamburgers, zaak ik. Tjus. En dag lieverds.